Jawel mensen, Oervlogs hier vanuit Enschede. En waarom? EK vrouwenfinale is een dikke vette hype, die vrouwenvoetbal. Maar hoeveel vrouwen kennen jullie nou eigenlijk? En dat gaan wij nu uitzoeken. Let's go! Soufiantje en Oer. Soufiantje is een beide handje. Pannakoning, aka rapper. Nee, ik ben geen pannakoning, maar ik doe gewoon een beetje mijn best. You talk, I talk. Je talk niet dan? Van de Sanden. Jawel, Van de Sanden is toch wel een beetje de favoriet, hè? It's my favorite. I think we're gonna ask a number for you, man. Seven. Would you like a date with her? No, I have a girlfriend. Okay, man. Man, ik kan eigenlijk net als Tuzani heel goed panna zijn. Ik kon het vroeger. Ja, wel, en ik sta hier ondertussen met Doe de Wind. Wie? Doe de Wind. Doer? Doe de Wind. Doe de Wind. Meneer, volgt u vrouwenvoetbal? Ja, zeker. Maar alle Nederlandse wedstrijden wel gezien, joh. Ja, ook naar het stadion geweest en zo? We gaan straks naar het stadion. Oké, gaaf. Maar dan ben ik wel benieuwd, hè. Vrouwenvoetbal, hype, mooi, gezellig op de plein. Maar kun je mij drie namen opnoemen van de speelsters? Nou, dat gaat me wel lukken. Sherida Spitsen, Vivian Miedema en, hoe heet ze, Van Groenen. Janice van der Sande. Hij gaat maar door, hij kent ze allemaal. Ik zeg geslaagd, man. Dankjewel. Super. Hey, ben je fan van vrouwenvoetbal? Ja, wel een beetje, ja. Noem eens even drie namen op dan. Lieke Maartens, Danielle van der Donk, Sherida Spitsen. Hey, lekker hoor. Hey. Ik denk ze allemaal fake fans, maar ze kennen ze allemaal. Kika van Nijs. Netjes, je volgt het dus gewoon echt volop, hè? Ja. Ja, netjes man, lekker gedaan. Ik sta hier met Harry Groentje-Smit. Met Harry. Harry, hoe is het? Goed. Ja? Ben je fan van vrouwenvoetbal, Harry? Nou, ik ben scheidsrechter en ik fluit ook wel eens de vrouwen, de dames en de meisjes. Waar? In Assen. In Assen? Noord. Harry komt gewoon helemaal uit Assen naar Enschede. Ja. Dank u. Ik zie u lekker chillen, hè? Ja, heerlijk, hè? Weet u wat chillen is? Nee, ik weet er niks van. Nee? Laatste dag. Soef, ben je fan van vrouwenvoetbal? Ja, eerlijk, kijk, weet je wat het is? Soms zeggen ze van ja, als je straks interview hebt of wat dan ook, dan moet je positief over vrouwenvoetbal praten, want mensen kunnen boos worden, dit en dat. Wees politiek correct. Ik zeg, luister dan, ik vind het oprecht gruwelijk. Ik zeg je eerlijk, ik heb zelf een foundation, ik heb daar allemaal meisjes die ook voetballen. Dit is prachtig, ook omdat Nederlands elftal zo goed doet, is gewoon een mooie inspiratie voor alle meisjes. Als ik soms zie, die beelden, weet je, van al die meisjes in het stadion en weten dat, gewoon, dat ze allemaal aan het voetballen zijn, dat ze er zin in hebben. Ik vind dat mooi, man. Maar volgens mij gaat het je ook meer om die liefde eromheen, hè? Voetbal bindt en verbindt, hè? Ja, dat ook. Maar ook hoe meer meisjes er zijn. Bijvoorbeeld bij ons, meisjes vinden het heel fijn om gewoon met elkaar te voetballen. Niet altijd met jongens of wat dan ook. Dus hoe meer meisjes er zijn, krijg je meer teams, kunnen ze samen spelen. En meer contributie van de clubs. Zo. Deze AB moet gelijk weer aan het doeken denken. Allee, ja. Echt zo'n Turkse ondernemer, echt zo'n baba. Joh. En ondertussen sta ik hier met de enige echte Kero, ik ken hem, Anwar. Iedereen kent hem, man. Anwar, je weet het. Als iemand jou niet kent, wat doe je dan? Niks. Arno, je bent hoogst vandaag hier, toch? Half. Oké, luister, kun je een beetje voetballen? Nee. Ben je fan van vrouwenvoetbal? Beetje. We gaan Arno even testen. Noem mij drie speelsters op van het Nederlands elftal. Martens? Heb ik het goed? Heb ik het goed? Ja, broer, ga door. Sidema? Ja, ga door. Die zit op de bank. Wacht even. Haar vader is ook iets te is. Haar vader is sponsor. Bijna, gaat door. Jill Roord? Boah, Anwar heeft er drie opgenoemd. Hij zegt Sidema. Wat is Sidema, bro? Weet ik wel. Ik wel, jongen. Oké, maar ik snap het. Anwar is niet zo'n voetbalfan, toch? Jawel, maar vrouwenvoetbal ken ik net om de hoek gekeken. Dat is wel van welk club is dit shirt dan? Hij heeft geen club, broer. Nee, clubloos? Ja, het is gewoon katje. En Anwar, hoe sluiten we af? Tjo. Tjo. Boys, waar komen jullie vandaan? Leiden. Leiden. Roermond. En fan van vrouwenvoetbal? Nou, nu wel, ja. Ja. Ook. Kunnen jullie mij drie speelsters van het Nederlandse elftal opnoemen? Moet er ook zes zijn of zeven?
Wat zeg je? Moet er ook 6 of 7 zijn? Oh, hij wilde gelijk 6 of 7. Ja, ja. Van de dames. Ja, tuurlijk van de dames. Nou, begin maar. Lieke Martens, Miedema, Van der Zanden, Van der Donk, Veenendaal, Van S, Van der Gacht, Van der Mors. Zal ik het even aan hem overgeven? Sheeman. Wat hebben we nog meer? Dekker. Roort. Jill Roort. Ja, nou, deze twee hebben gewoon. Niet Jansen. Deze twee hebben gewoon. Jansen. Ga maar door, ga maar door. Nou, ben ik wel een beetje leeg, denk ik. Ze hebben gewoon de wissels erbij opgenoemd, deze twee boys. Lekker man. En hoeveel gaat het worden vanavond? 3-0. 2-0. Nog groter feest straks. Ja, ja. Hup. Holland. Hup. Laat. Je. De. Oh, de. Boys, dankjewel. Soep, laatste vraag, laatste vraag. Wacht je, wel. Lesvraag. Lesvraag. Hey, kun je mij dan, ik denk het wel, 3 speelsters opnoemen van het vrouwenvoetbal? Ja, kijk, Jackie Groene, Miedema, Lieke Martens natuurlijk. Wat moet er nog meer? Er waren er 3. Maar lesvraag. Positie? Van die 3? Ja, Miedema spits, links buiten Martens en middenveld Jackie Groene. Zeg gewoon bazinnen allemaal, 1-1. Trouwens, SO naar alle Oranje Leeuwinnen. Ik kom jullie allemaal pannen geven binnenkort. Soepiantje, dankjewel man. Wil je met 3 speelsters opnoemen, jongen? Vivianne Miedema, Lieke Martens en Van Veenendaal. Nou, dat ging wel heel snel, hè? Wie geeft het, mijn vriend? Mij geeft het heel goed, en die? Die Duitsland geeft winnen, Soetak, hè? Duitsland gewint heute? Ja. Ik geloof het niet. Ja, wij weten dat hoezo? Wel. Hoezo? Dat hij het niet weet, ja, dat vind ik echt om te huilen gewoon, jongen. We hadden de finale kaart al voor de eerste wedstrijd. We gaan dus voor... Ja, ik had ook voor de eerste wedstrijd finale kaarten, maar ik weet wie die spelen. Tussen alle feestende mensen door sta ik hier met... Andrew, ben je een beetje fan van vrouwenvoetbal? Ja, zeker. Ja. Gaan we jouw kennis even testen, is dat goed? Oké, is goed. Ja, niet bang dat je fouten maakt? Ja, dat sowieso hoor. Je bent er klaar voor? Ja, oké, hele simpele vraag voor je. Kun je mij 3 namen opnoemen van de speelsters? Miedema, Van den Berg, Van der Donk. Weet je nou ook weer? Je had er al 3. Ik had er al 3. Janice, Lieke, Sari. Hij kent gewoon de voornamen zelfs. Achternaam ken ik juist niet, dat is het dus. Ik ben aan het einde gekomen en de finale gaat dadelijk beginnen. Nou, ik moet zeggen, de mensen hebben redelijk wat verstand van vrouwenvoetbal. Dus de hype is niet voor niks. Ik zeg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Hup Holland, hup voor vandaag. Ciao.